Picasso-tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam, nog te zien tot 4 juli aanstaande. We staan momenteel in het schilderijendeel. De tentoonstelling is verdeeld in verschillende afdelingen. De schilderijen boven in de grote daglichthal. 70 schilderijen in totaal van hoge kwaliteit, zoals hier Françoise Gillot, een prachtig portret. Wellicht een van de beste die van haar gemaakt is. Beneden in hal 1 hebben we een enorm groot prentenkabinet gemaakt. 250 werken op papier. Etsen, litho's, tekeningen, aquarellen uit de hele periode. Vanaf de blauwe periode tot een jaar voor zijn dood, 1972. Daarnaast zijn allerlei zijkabinetten gemaakt met documentatie. Een fototentoonstelling, portret Picasso is te zien. Er is een ruime selectie keramiek gemaakt, ongeveer 60 werken. Met name uit de jaren 50 is er het een en ander te zien. Kortom, de tentoonstelling Picasso, kunstenaar van de eeuw in de Kunsthal, geeft een fantastisch beeld van deze belangrijke kunstenaar. De schilderijen zijn voornamelijk afkomstig uit buitenlandse particuliere verzamelingen. Echt uit de hele wereld is het bijeengebracht. Daarnaast zijn een aantal topstukken te zien uit Nederlandse collecties. Het Van Abbe Museum, het Stedelijk Museum, Boijmans heeft prachtige stukken ter beschikking gesteld. Nou, dat is alles in 5 thema's ondergebracht. Stilleven is een belangrijk schildersthema. De vrouwen, waar we dus nu staan, is een belangrijk thema in het werk van Picasso. Familie- en kinderportretten is een apart onderdeel. Daarnaast is een hele sectie ingericht met werken wat wij imitatie en inspiratie noemen. Dat zijn schilderijen waar Picasso zich liet inspireren door Velázquez, Delacroix, Matisse, Rembrandt, Frans Hals. Al die schilders die komen terug in het werk van Picasso en dat is te zien op de schilderijen hier. En het laatste onderdeel van de schilderijen, dat behelst de zelfportretten en de kunstenaar in zijn atelier. Picasso maakte, net als Van Gogh en Rembrandt zou je kunnen zeggen, een enorme verzameling zelfportretten. En een mooi aantal daarvan is te zien in de kunsthal. Ja, Picasso draagt de eretitel kunstenaar van de eeuw. En mensen vragen ons nu van, waarom doen jullie dat nou in de kunsthal, kunstenaar van de eeuw? Is dat niet een beetje flauw en plat en clichématig? Maar dat is helemaal niet het geval. Sterker nog, in de jaren 30 werd Picasso al uitgeroepen tot kunstenaar van de eeuw. Dus er is niets nieuws onder de zon. En wat ons betreft is Picasso met kop en schouders inderdaad de kunstenaar van de eeuw. Tentoonstelling Kunstenaar van de Eeuw, Picasso, is te zien in de Kunsthal dinsdag tot en met zaterdag. Iedere dag van 10 tot 5, op zondagen en feestdagen van 11 tot 5. Daarnaast is in de maanden maart en april de donderdagavond geopend van 7 tot 10 uur 's avonds. En er zijn volop kaarten aan de kassa te koop, dus iedereen is van harte welkom.